Wij besluiten het Binnenlands Nieuws met de weersverwachting afkomstig van de Meteorologische Dienst Suriname, die geldig is tot en met morgen 15 augustus. Aan het begin van de avond kunnen er lokaal nog enkele lichte buien voorkomen die mogelijk matig of met onweer gepaard gaan. Voor de rest van de avond en nacht is nog een enkele bui mogelijk. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden nevel of mist. Morgen, vooral in de middag en begin van de avond, zullen lokaal enkele buien met enkele geïsoleerde onweersbuien overwegend in het westen voorkomen. In geheel Suriname is er in de avond en nachtelijke uren weinig bewolking en is het droog. Uitzonderingen gelden voor Para en Brokopondo, waar af en toe een lichte bui kan ontstaan, maar waar het ook lange tijd droog kan zijn. In Sipaliwini is de kans groot op bewolking met buien. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 15 augustus de gevoelstemperatuur hoger ligt dan de verwachte maximale temperatuur van 34 graden Celsius. Een matige onweersbui wordt mogelijk ook verwacht in de middaguren.